Halleluja, wat lof. En de mooiste vrouw, wel het onderzoek was nog geslaagd. Oh, ja, zeker is het onderzoek geslaagd. Want nu weten wij wat meer. Ja, mooi. Nu weten wij wat meer. Ja, nou, hij wat. Het zal wel aan mij liggen, maar dat zegt mij helemaal niks. Hè. Nu weten wij wat meer. Nee, wat mij interesseert is juist dat wat wij niet weten en ook nooit te weten zullen komen. Maar waarvan we ergens wel in ons achterhoofd hebben, dat kon de potverdorie wel eens wezen. Maar dan weten we door niet wat het is. Ja, dat er is, misschien er is, maar wat? Ik word nog een beetje wazig, denk ik, of niet? Ik zal het heel concreet houden. Kijk, wat mij interesseert, en ik hou het echt heel concreet. Als je hier de Vaalseberg afloopt, dan kom je uit bij een klooster. Ja, die dingen interesseren mij. Ik ben 2 weken in een klooster in de Trede geweest. Ik zal u vertellen, ik ben volkomen herboren uit het klooster teruggekeerd. Ja, ik ben een volkomen ander mens geworden. Gewoon door die 2 weken retraite in het klooster. Om u een voorbeeld te geven van mijn verandering. Ik heb toch jarenlang gehad dat als ik 's morgens vroeg wakker werd, dat ik dan automatisch dacht bij het ontwaken, ik heb zin om mijn vrouw eens lekker bij de boezem te pakken. Nou, had ik gewoon elke ochtend weer. Dan werd ik wakker en automatisch het eerste wat ik dacht, ik heb zin om mijn vrouw eens lekker bij de boezem te pakken. Elke ochtend dacht ik dat weer. Tot ik er in het klooster achter kwam dat dat helemaal niet de bedoeling is van onze lieve Heer. Want ik las in het klooster in de regel van Benedictus. En in de regel van Benedictus kun je lezen dat het de bedoeling is dat als je 's morgens vroeg ontwaakt, dat dan al gelijk je eerste gedachte is gericht op God. Dus nu word ik wakker en denk ik, God, wat heb ik zin? Om mijn vrouw eens lekker bij de boezem te pakken. En dat is zeker niet godslastig. Nee, dat is niet godslastig, maar ik zie het zo. Tenminste, zo zie ik het. En een knappe Groningse bisschop die mij daar van afpraat. Ja, als ze op reductieologie kunnen bedenken, kan ik het ook. Ik zie het zo. En je hoeft er niks mee. Een stukje theologie van mezelf. Zo werk ik ermee. In alles wat je herkent als mooi, herken je uiteindelijk iets van God. Dus ook in een mooie boezem herken je wel degelijk iets van God. Ja, en mijn vrouw heeft een bijzonder mooie boezem. Ja, echt waar. Ik zie in het décolleté van mijn vrouw de hand van God. Ja, ik druk me nu een beetje ongelukkig uit, maar u begrijpt het allemaal wel hoe ik dat bedoel. Dat begrijpt u wel. Ja, en ook die ongelukkige formulering was niet lastig, want het gaat om de intentie. En mijn intentie was goed. Ja, kijk, en als u zegt, ja, hoor eens even, vinkers, maar dat is ons te gemakkelijk. Als het gaat om de intentie, ja, wat noem je dan nog wel lastig? Maar dat weet ik wel. Dat gevreed met de feestdagen, dat noem ik godslastelijk. En ik moet op mijn schande bekennen dat ik er zelf ook aan meedoe, hoor. Man, afgelopen kerst, ik zat op kerstavond al vol. Ja, we begonnen op kerstavond al met lamskoteletjes. Nou, lamskoteletjes en ik ben vegetariër, dus bunkeren, hap. Ik stond op knappen! Op kerstavond. Afijn, ik na de lamskoteletjes naar de nachtmis. Ik kwam bij de communiebank aan. Hier, zei de priester, het lichaam van Christus. Ik zei, ik kan niet meer. Maar dat is erg. Dat is heel erg. En het ergste was, de priester bleef aandringen. Hij zei, neemt en eet hiervan. Dit is God. Ik zei, jawel, maar God is zo machtig. Ik moet nu echt even de mond spoelen.